Mi abitu Hanze sama kamuye na mimindi. Zware. En ze zijn hier gekomen vanwege Maronda. Ze hebben een activiteit. Dus wat kan je dan doen? Mida Maria Bonaparte Petrusi. Mide kai Susan Boji Mito Amimba. Wauw, toe mooi neem. Dames, goedemorgen en welkom. Ja, over 6 dagen vieren we Maronda. Ja. En de Saramakaanse gemeenschap maakt ook af, die stam is ook deel van het Marons volk in Suriname. Ja. Ja. Bent u blij met deze dag, mevrouw Maria? Ik ben zeer blij met deze dag. Het laat me goed voelen en ik zie het als ons emancipatie. Ja. Jullie hebben een lange weg moeten afleggen als Maron gemeenschap om het bestaansrecht van deze groep in feite te bewerkstelligen. Ja. Hoe voelt het, of wat is de kracht van de Maron? De kracht van de Maron is net als wat ik eerder zei. Het voelt als emancipatie. Voor mijzelf als een Maron vrouw. Dat me de vrij voor de Samoani. Nou, een boom fasie. Dus zo voelt het aan. Ja. Van mijn carrière. Weet je? Ja, ja. Dus ik kan ondernemen. Ja. Ik kan studeren. Ja. Ik kan reizen, vrij reizen. Ja. Ik kan breed denken, breed doen. Ja. Zo voelt het aan. Geweldig. Ja. En welke organisatie vertegenwoordigt u? Ik ben voorzitter van de organisatie Amazon Youth Connect. Het is een organisatie dat ik in 2017 heb opgericht. En tot nu toe hebben we 3 activiteiten samen met andere organisaties kunnen bewerkstelligen. Ja. En ik was al eerder bij u in de studio, te Bronsweg en eentje te Poelenpaantje. En nu ben ik bezig bij aan de Hoge Straat, 28, Oud BVD Centrum. Ja, ja. Daar trek ik al een maandje een groep dames en heer om verder te kunnen ondernemen. Ja, ik heb jullie gezien, want te satramante met gawoyo. Ja. En dan drappen met parkeer. Dus Misha bezigheid. Ja. Oké. Okay. Susan? Ja. Je bent ondernemer? Ja, ik ben de ook toe. Oké. Okay. En ik ben echt breed in een pistori disi. Ik heb een alibi in apoasma. Sans het denk ik wie den lagi sma sande dape. Yeah. Ik zei, want in alibi kotak no. Bijna smane denk ik den soort sma disi. Ja. We want bereik, alas ma denk ik gomoro. Hey. Maar a oma disi, gado befena atifeen fukan. Jepi wie den kleine ondernemer. Dus mi breed in aan dat. Oké, en saye mekso? So, mi opo wan stekting. Mi opo wan stekting. En als tekenf mine na samaka muye hosudenu. Samaka muye hosudenu. Ja. En if je vertaling in Sranato? A vertaling na a osolibi fuwileki wan samaka fro. Oké. Fa we set we patu i oso fa de biggest ma bedwen fosi want no ukotana foto en bena de sansa de biggest ma fui bedu une du de moro de smiko na adenki voor Tjade Sandis Kombaka. Ja. Ja. Dus a culturel lasip tje zo? A lasip. A lasip ba? A lasip ba. Want if mi taki, voor saye de mi tak zo, we leki samakasma. Ja. If i kong na bepaalde samakasma oso, en i kong fu tak na nga de tjien fu wi, bijna de neverstang a taalmoor. We gwenti a Nederlands, of Sranatongo, want tak Engels refi. Dus mi sitak asandat e lasigwe. Okay. En mi konanga a idee fu kang opo wan stekting, fu kang Tjade Sandis Kombaka. Fa wi be weri, fa wi be gi dem chin fu wi koyo, kamisa, fa we weri hangisa, san awan taki, san a betekenis feng. Dus ala de soort sandisi. Maar je ziet het belangstellende voor behouw aan cultuur en leersap aan cultuur? Ja, want te lukunono je ziet dat
Desma de no ben uno ben gwent weer de soort facilis wakat op straat. Ja. Maar no no is het ook desma e de doen. Ja. Dus mi e vier tak. Wat zien san de wel. Oké. Uh-huh. En te hoge staat heeft u een mini beurs. Ja, mini beurs. En hoeveel ondernemers nemen deel aan deze beurs? We hebben nu 20 geregistreerde ondernemers. Mm-hmm. En op de zaterdagen verschilt het soms hoeveel aanwezig zijn, weet u. Want mensen zijn met kinderen, de school is pas begonnen, het was ook vakantie. Ja. Maar voor december wil ik wel het piek bereiken dat we tenminste zeker 50 onder de zaal moeten kunnen accommoderen. Ja. Zodat, want we zijn ook, 's morgens ben ik bezig met de heer Brian Yearwood. Mm-hmm. Die heb ik bereid gevonden om niet alleen dat we bezig zijn met de ondernemers, dat we zitten en verkopen. Het doel is dat we ze optrekken met marketingstrategieën, ondernemers, ideeën, wat ze moeten doen bij KKF, wat nog nodig is te doen met hun, ja, net als wat ik zei, commercial, om daar te bereiken waar ze moeten bereiken, hun juiste markt. En welke producten vervaardigen ze? Je hebt ondernemers die panjes doen. Je hebt ondernemers die in fashion and beauty zijn. Je hebt ondernemers die, ondernemer die zelf is gekomen met constructie. Ja, hier met constructie, wat hij vervaardigt. Broco, hoe zeg je het weer? Motorwielen, toch? Ja, ja. Ja, maakte hij last. Mm-hmm. En die hebben we ook. We hebben iemand die, net als wat ze zegt. Dus deze panjes zijn toch modern. Ja. We hebben iemand die het oud model systeem van Bosland Creole, hoe ze toen hun panjes vervaardigden, dus Ouro panjes systeem. Ja. Dat hebben we ook. Iemand die pedicure doet, dus fashion and beauty, die is een beetje breed. Ja, ja. We hebben drankverkopers, we hebben etenstand. Ja, ja. Dus dat maar, is het zo. Maar zie je dat de gemeenschap een kijkje komt nemen? Ja. En de toeristen. Okay. Afgelopen zaterdag was ik zo blij, want we hebben enkele toeristen gehad. Want dat is ons doelgroep, als we eerlijk moeten zijn. Ja. Oké, lokaal. We doen het lokaal. Bosland Creole die komen, Stadscreole. Dus iedereen komt. Maar we willen het top bereiken. En ons top is toch wel toerisme. Ja, ja. Dus we willen het zo ver brengen dat we gaan gezamenlijk een flyer of een folder maken. Dat we in de vliegmaatschappijen. Dus bijvoorbeeld als men in de vliegtuig stapt. Dat ze dan een boekje van ons hebben. Dat ze daar moet kunnen komen om hun leuke Surinaamse items te kunnen kopen. Ja, je grote plannen. Ja, ik heb grote plannen. Go dus, international. Go international. Ja, ja. Yeah, that's it. Oké, en mevrouw Abimba, Sayu en Miki. Asan Sami e do in a beurs. Na, like familie betegi zo net. Ja. Mi apo een foto studio. Oké. En a foto studio die zie. Dus je zet de patoufi, dan alle de sansa, de bigisma fi besetti. Mm-hmm. En je hebt ook to een tafra, mm-hmm. pe afaswa wi ben sorgu wi masra, mm-hmm. de plektif wi fa, wi kan pot wi lepel, dan a den koba. Dus alle de sansa dat hebben een betekenis. Ja, ja, ja. En me pot den ook to voor sorgu, if een ekpaar kon voor mek foto, zodat me sorry fijms dong. Fa imus potje foto en pot alapje tapis refi. Yeah. Want we bus kondres ma eigenlijk we no besap asandati tak we weer oposkin. Ja, yeah, ja. Yeah. Toch? En we leri altijd taki, solanga you masra dena you say, you Taiwan angisa. Ja. Yeah. En this one taki, mi e wader a masraf mi. Ja. Yeah. Mi e shen leki, mi masra, wap chin koon of mi, yeah, isabi. Yeah. Dus ade wan waardering. Oké. En dan, if we wan man en wan vrouw of wan vriend en wan vriendin wan komen kwam foto, dat ik aan mijn contact naga je voor komen kwam mooie foto. Ja, ik aan mijn contact naga mi en mi opo wan presi ook toe voor kan do apisuro kodisi en apresi adena. Wanika straat, nummer 126. Oké. Okay, Abrasivo Groenjaar. Geweldig, geweldig. Ja. Het hoogtepunt is 10 oktober zelf. Hoogtepunt is 10 oktober, donderdag 10 oktober. En dan gaan jullie echt groot? Willen we echt groot. Ja. En wil ik ook enkele
landtimang vragen om langs te komen, om te kunnen zien dat ondernemers, jonge ondernemers, andere jonge ondernemers optrekken. Ja. Want Brian Yearwood, de trainer en ik, we trekken op, maar we zijn ook jonge ondernemers. Ja. We zijn grote ondernemers, daar willen we gaan, maar we zijn nog ook jonge ondernemers. Ja. Want ook wij moeten ons nog gaan uitbreiden en ook leren, weet je. Maar we hebben de kracht, we pushen elkaar om de andere startende ondernemers op te trekken. En we willen dat de overheid, de mensen die we gaan uitnodigen, moeten komen en zien van, hey, er is kracht hier. Er is een toekomst. En met oil en gas in de toekomst, als we deze ondernemers groot maken, staan we stabiel. Oké, eenmaal... Ik word voeren met mijn voice. Ik ben journalist bij Testdensant. Ik dacht oil en gas. Ja. Wat kan de Saramakaanse gemeenschap aanbieden als het gaat om oil en gas? Zo. Ja, want Nono de naar de Fransman daar zei. Ja. Ja, want Amerikaan toe. Ja. Ja, toch? Sanfu de Samaka producten, de man bij kan gebruiken, tapse. Tapse? Kijk, we hebben heel veel aan te bieden. Mm. Want we kunnen starten met consumptie. Yeah. Stel dat we in ons gebied alle, bijvoorbeeld cassave. Yeah. Van cassave kun je uitwerken tot kwak. Yeah. Ze kunnen kennis maken met ons cultuur. Yeah. En ook daar gebruiken. Ze kunnen af en toe een pangi gebruiken om hun zweet te vegen. Yeah. Weet je, ze kunnen heel veel vanuit het Saramakaans gebied. Okay. En ons mankracht ook. Yeah. We hebben gestudeerden. We hebben ook opkomende studenten, ook ervarende. Dus jobs. Ze kunnen ons heren en dames kracht meenemen in hun in de business. Want oil en gas, ik zeg het, het is the future. En we hebben veel aan te bieden. Mooi. Wij Bosland Creole. Mooi toer. En ik kom ook een mooie foto. Ja. Oké. Okay. Ja. Er is nog, uw beurs heeft nog mogelijkheden voor meer ondernemers? Ja, er is mogelijkheid voor meer ondernemers. We hadden het afgesloten, omdat u met vakantie was. We konden niet naar Mantetaki komen. Ja, ja. Dus dachten we van, nee, weet je, we houden het aan. Ja. Maar nu dat u terug bent en ik de kans heb om meer mensen kan oproepen, roep ik iedereen op. Ja. We hebben nog tenminste, ik willen 50 mensen bereiken. Ja. Dus zeker nog 25 mensen. We hebben nog plek voor 25 mensen. Dus maar alleen Saramakaanse ondernemers? Nee. Of ja, multi-ethnic? Multi, tot nu toe hebben we toch multi. Okay. En we willen niet focussen op ons gebied alleen. Nee. De naam is Emerson Youth Connect. Ja. Dus we connecten met startende ondernemers. Het maakt niet uit wie je bent of hoe oud je bent. Ja. Want het is startend. Okay. Dat wil zeggen dat jij ook al jong bent. Goed zo. Mooi, Tori. Ja. Sowieso, Sweetinyande. Sweetinyande. Ja, oké. Maar Susanna. Ja. Is er guidance maar voor mekiden waka? Kona Hoogestraat, Fukoluku, Sade Mooi Sama Kamuye, Angade Manengre, en Miki. Oké. Voor bieden aan. Isa, look in de camera dat die, de kaiding. Oké. Je doet een Sama Katongo. Eje. No, this is Ja. Oké. So, deze sembe, mine de takai Susan Amimba. On sabi mik mo wa Sama Kamuye, en mide wa Sama Kasembe. Mide wa Pikise Muye. Lama sembe. No mitaka hide folu kutu. Anango aba un folu kuide. Kande yota luku isone yota sita kita oke we sama kasembe wano dene. Mana sama kasembe wano fano uduwabi. Made disembe diko skrefe nse en. No enda hen yota side. E sama kasembe komo hia. No enda yosita ade sama kasembe. So manu adisi. Wabi de jugamuye fano udu. Wabi de kuli fano udu. Wabi de hehe sembe se fano du ook tutu. Dus die beurs aki, misien ta de wan gelegenheid. Die ganga du creëer da wi kuma de sembe de bigi du wo ko aki so fu de chao ko aliba. No kande ide ya bi butai neti, abu no be ko uta de a hoke straat, hibi wan sata mama te uta sai na de tianga for you sapate. Andi uta du nande, te iko de ita seti ita fafi buta, no de sonde ita sei, no sembe takwa dendu. No de sembeta kono de kolukwe, no de banye.
Kom af van mij hebben een foto studio waar ik zo. Nou, adeda, sembe voor sambe je foto. Nou, teiko, i tampo, imbe je foto teikaba. Nou, adistentu mi aan ik zo, teiko, nou, die sondi mitadu ne, henda, teiko do, i tapikiu, umeni foto yo mbe. Na ita tampo, eiku imanu, i tampo, imbe je foto fi teikaba. Kande ike da mi iko yo, ya na wan idee, isambe contact kumi, adi nummer 886097. Mbei contact ku sama ka mu ye wo su denu. Bika u sita adi sama ka son talasigo. No adi lo fase a kiso, mi ke chen ku aliba. No, 10 oktober, mi odu di opening. No, mi takai hibi wansa me di sako, ta isako waka pasa yo. Si ade yabi yabi, isambe wan foto nande so ok tutu. No, bakadi nande, no, wo plen de da kade uta yabi nangu eti. Mana fe kete, kobuta yune. Baka makuma usei, umbo understand usei makandi. Ja. Grand tangifi en succes. Dank u wel.